Hallo Ruby. Nee. Jongens, dames, heren. Appels en ander soort fruit. Vandaag heb ik geen pet op. Als mijn editor even een vliegtuig op mijn hoofd kan laten landen, zo op mijn voorhoofd. Dat is waarom ik een pet op heb, jongens. Ik heb een groot voorhoofd. Robin, leuk dat je er weer bent. Ja, ik vind het ook leuk dat ik er ben. Zoals jullie zien, letterlijk kun je Robin zien. Althans, zijn Minecraft hoofd. Jullie mogen niet weten hoe Robin eruit ziet. Je kan het ook niet in Royce video's of in Donse video's, nee. Het blijft een mysterie hoe Robin eruit ziet. Toch, Robin? Hier. Yeah. Robin, wat gaan we doen? Wij gaan Tetris spelen. Tetris, jongens, welkom bij Tetris. Nee, we spelen weer een nieuwe map van een kijker van... Volgens mij is dit Bloksnoep. Nee, dit is Bloksnoep en dit is nickname YouTube. Die hebben een nieuwe map voor ons gemaakt. Dus laten we gelijk naar binnen gaan. Robin, het is een gevangenis. Ja, jij zit opgesloten. Dag. Ik kan weg hier. Jij zit opgesloten. Oh ja, klopt. Dan laten we beginnen. Jongen, pressure plates krijgen we tekst en zo. Bla, bla, bla. Het is gewoon een map van een kijker. Ik zie gelijk een goede spreuk. Laat ik even lezen. Zo. Hahaha, welkom in onze gevangenis. Of noem gerust een strafkamp. Waar jullie nooit meer uitkomen. Nadat jullie ons achterlieten in het kasteel van Voldemort, willen wij één ding. Wraak. Dus gaan jullie zo mee naar de mine. Maar eerst moeten jullie even praten met de medegevangenen. Daarna gaan jullie naar de mine. Oké, Robin, we moeten even praten met de medegevangenen. En daarna gaan we naar de mine. Pak je spulletjes hieruit. Hallo. Ik neem wel... Oh nee, dit zijn niet de medegevangenen. Nee. Dat zijn de guards dat staan. Oké, laten we de outfit aandoen. Ik heb mijn pickaxe bij me. Laten we de lever hierin of nemen we die mee? Wat staat veel succes? Hallo, als je dit leest, betekent dat ik er niet meer ben. Maar ik heb wat voor jullie achtergelaten. Een mes. Gebruik hem goed. Groetjes de dorpsgek. Robin. Ja. Mag ik dat mesje eens van jou? Ja, dat mag. Kijk, mes. Het is ook gewoon echt een mesje. Ze hebben er ook echt gewoon een mesje van gemaakt. Oké, die moeten we wel goed verbergen. Ik doe hem in mijn kont zo. Dan kunnen ze niet spotten. Laten we even gedag zeggen tegen de gevangenen, oké? Ja. Kijk, we hebben hier de computerman. Die kan hier lekker op zijn computer staan. Wat is hij aan het spelen? Ze staan uit! En dan denk je dat jij een goede bewaker bent. Ja, maar dat hebben wij toch gedaan? Oh ja, dat hebben wij gedaan inderdaad. Hey, Jack Sparrow is hier. Arr, ik ben Jack Sparrow en ik wil jullie wel helpen. Maar dan moeten jullie eerst wat voor mij doen. Als je langs de kantine komt, neem dan rum voor me mee en doe dat in mijn kist. Dan krijgen jullie een sleutel van mij, die heb je later nodig. Oké, prima. Ja, wc. Ik wacht even. Gelukt? Ja, op zich. Oké, voor de rest is hier... Nee, hier is helemaal niks. Legit. Het loopt dood. Het loopt hier dood. Dus ik denk dat we gewoon de rum moeten halen in de kantine. Maar de kantine is dan... Welke kant is de kantine op? Ik denk daar. Hierheen? Ja, dat zal wel hier moeten zijn dan. Hallo! Huh? Wat deed dat? Doe nog eens. Oh, ik heb een leven. Een nieuwe. Oh. Huh? Huh? Wacht, ik zie spoken. Denk ik. Doorlopen. Dat liep toch dood? Daar. Of ben ik nou helemaal gek? Huh? Dat liep toch dood? Ja. Oké, okay, maar laten we eerst minen. Laten we eerst even minen. Kom. Ja, maar hier is de kantine. Ja, maar moeten we nou de kantine op? Die ja, kant op. Dat vraagt Jack Sparrow toch? En ja, maar... alles wat Jack Sparrow zegt, dat moeten we doen. Ja, maar... Huh. Wat doet dit? Ik vertrouw het allemaal niet. Ik snap er helemaal niks van. Wat is dit? Badkamer. Hallo Jack Sparrow, de bier hier. Hey, jij daar. Vergeet zeker niet eventjes te abonneren en te liken als je deze video leuk vindt. We gaan voor die 3915 likes. Want dan, ja, hebben we dat. Dus, like zeker eventjes. En dan ga ik weer verder poetsen. Of zo. Ah. Arr, hebben jullie mijn rum? Zo ja, nee, we hebben hier rum nog niet. Laten we eerst even zijn rum halen in de kantine. We hebben geen rum. Ga maar eten en drinken. Als jullie klaar zijn, pak je de deur hiernaast. Gaan jullie douchen. Vooral jij, Max. Je stinkt. Ouwe. Ja, dat klopt. Wat is dit voor haat? Hey Bram, trouwens. Hey, René is het kantinevrouwtje. Hoi. Wat ben je doen? Hoi. Hoi. Hallo. Hallo. Rini. Hey, hallo, kan ik wat voor jullie inschenken? Jij zegt, nee, wij willen ontsnappen en we hebben een fles rum nodig. Rini zegt, oh, ik heb wel een sleutel voor jullie, maar dan moeten jullie eerst de tafel schoonmaken. Ik weet niet of ik nog rum heb, moet je even in het magazijn kijken. Daar liggen ook de poetsdoekjes. En pak gerust wat te eten uit de kist. Oké. Dus laten wij hierachter even in het magazijn de poetsdoekjes pakken. Wat? Er zit vol met eten hier. Jezus. Oké, nee, wat? Oh. Hey, okay, hallo. Nee. Laten we even kijken of wij... Ah, hier, poetsdoekjes. Oké, ik pak er gewoon één. Ik pak de lever. Rum, het bier en kattenvoer. Kattenvoer, natuurlijk, omdat er nee staat. Ik pak kattenvoer. Oké, maar wat moeten we schoonmaken dan? Moeten we de rotte fles van de grond halen of zo? Of... Ik denk het. Hier, dat doe ik al met poetsdoekjes zo. Allemaal eruit. Zo. Hier, dit eruit. En die eruit. Gewoon lekker aan het poetsen, joh. Hey, hallo. Kan ik wat voor jullie inschenken? Robin! Wil je nou van deze prachtige Minecraft? Dit is de kaas hosting sponsor die je ziet. Oké, jongens, we moeten dus nu de rum, denk ik, gewoon meenemen naar onze prachtige... Hoe heet die? Jack Sparrow. Jack Sparrow.
Maar die zei, als je klaar bent, kom dan naar mij toe, want dan krijg je een sleutel. Hoe doen we dat? Ik heb wel betaald. Wie zegt de sleutel? René heeft de sleutel voor ons, zegt ze. Nou, het zal wel. We gaan in ieder geval door naar Jack Sparrow hier. Sparrow, we hebben de rum voor... Oh, die moeten we in zijn kist achterlaten. Dat was het. Niet hier. Nee, die moest in de kist. Hier, kijk. Zo, in zijn kist laat ik het achter. Hoppa. En dan krijg ik er ook wat voor terug. Sparrow, hè? Oh, ik kleed hem per ongeluk uit. Ik heb een lever. Ik heb de sleutel in ieder geval, dus het zal wel goed zijn. Ik heb hier 2 water. Ja, zullen we even douchen dan? En de, ja... Ik doe de linker, oké? Niet kijken, kleding uit. Niet kijken. Oh, ik zag je bijna naakt. Zo. Oeh, zo lekker! Mijn douche stroomt over. Ja, douche stroomt over. Oh, sorry, ik keek. Niet kijken. Maar oké, we hebben gedoucht en dan? Nu moeten we gaan minen, denk ik, of niet? Ik denk het wel. Ik snap er helemaal niks van. Dat jullie na het douchen gaan luchten op de buitenplaats. Waar is de buitenplaats? Ik snap er helemaal niks. Dit was ook net doodlopend. Hier. Dit is ook ineens open. Zullen we even gaan minen eerst? Want anders gaan we volgens mij op de zaken vooruit lopen. Nee, maar we moeten gaan luchten. Ja, maar het allereerste wat we moesten doen was minen. Oh ja, zeg dat dan. Want ik dacht dat we juist eerst naar de kantine moesten. Nee, we gaan even minen. Wat zeggen ze hier? Doorlopen, deze weg door naar de mine. Oké, rustig aan. Rustig aan. Niet zo boos doen gelijk. Ah, hier is de mijn. Waarom is dat zo grappig? Als het goed is, hebben jullie al de spullen. Dus gaan jullie nu de mine in voor ons. Alles wat je verzamelt, doe je in de kist. Probeer niks achter te houden, Robin. Laten we alles achterhouden. Ja, vind ik wel. Ik heb een pickaxe. Ja, ik ook. Wie is deze guy? Hallo, ik ben Dylan. En ik kom jullie helpen, maar eerst moeten jullie mij 2 ijzer geven. Dan geef ik jullie een sleutel. Als je het ijzer hebt, doe het in de kist. Maar kijk uit, als je bij Bloksnoep en niet met niks aankomt zet, heb je een probleem. Maar 2 ijzer zou je wel kunnen missen. Zo slim zijn ze niet. Hier is goud. Dat kunnen we niet hakken, want ik heb een stenen pickaxe. Hak door deze muur. Oké, zet hier een pijltje deze kant op. Tip, hak door deze muur. Robin, ik heb er geen idee wat we aan doen zijn. We zijn aan het ontsnappen of zo? Ja, ik heb ook geen idee, maar wat een... Ja... Wat een wat? Wat een gevangenis. Hier is ijzer. Hier is ijzer. Oh, echt? Ja, zo. Ik heb 2 ijzer. Maar. Ja? We moeten dus kiezen. Gaan we dat hierin doen? Of? Dan? Want dan houden we het dus achter. Een lever. Wat is dit dan? Nice. Wat is dit? Doei. Waar kom ik er nou niet meer uit? Nee. Oh jawel, ik heb gewoon blokken bij me. Hé, maar nu... We moesten hier de kist ijzer in doen. Ik doe het ijzer nu erin, ja. En dan? Maar eigenlijk wilden deze 2 het hebben. Ja, maar dan stikken ze er toch gewoon in? Ja. Hoi. Zijn jullie al klaar? Zo ja. Dan mag je door naar de kantine. Oh. Jullie zullen wel honger hebben. Na al dat werken. Hahaha. Als het goed is, is er een pad vrijgekomen. Dat was zo vrij. We gaan erheen. Dat hebben we al gedaan. Laten we naar de buitenplaats gaan. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk in elkaar gezet. Het zit wel leuk in elkaar, maar laten we naar de buitenplaats gaan. Want ik denk dat we nu daarheen moeten. Ik heb trouwens echt honger. Ik ga wat eten halen bij de kantine. Ik heb nog kattenvoer. Oh, mag ik dat? Ja hoor. Oh, lekker. Eigenlijk was het voor de kat van René, maar helaas. Kattenvoer! Losers! Oh, je bent zelf een loser. Welkom op de buitenplaats. Ah! Oh ja, lees jij maar voor. Ah, welkom. Jullie komen even naar buiten. Of ja, wat je buiten noemt. Over 20 minuten gaan jullie naar de cel. Wij zijn moe, dus wij gaan even slapen. Maar probeer niet te ontsnappen. Anders komen we achter je aan. Bloksnoep, hoe willen ze gaan ontsnappen? We hebben goede deuren en hun hebben de sleutel lekker niet. Nou, tot zo. Oh, maar deze. Ik heb wel een sleutel. Ik heb er zelfs 2. Ik ook. De deur is dicht. Of ik snap niet. We moeten nu gaan ontsnappen. Dit is het moment. Op de buitenplaats. Nee, hier is iemand. Hallo, ik ben Miles. Ik hoorde hier en daar dat jullie sleutels hebben. Ik wil wel helpen met ontsnappen, maar dan moeten jullie wel eerst een liedje zingen. Penootjes zijn lekker. Nu gaat hij ons nu helpen. Dat was een mooi liedje. De man bij de bank weet meer. Dankjewel, Miles. Dit is de bank, denk ik. Hallo. Hallo, Miles, dat jullie gestuurd, hè? Als je ontsnappen moet je 4 ijzeren deuren. De sleutels moeten op de gouden blokken. De kat weet meer. De kat? Oh mijn god, er is hier een kat. Oh nee. Oh, ze hadden het kattenvoer nodig hadden. Grrr, ik ben een kat. Jullie willen door de deur, hè? Dan wil ik 1 blik kattenvoer van jullie. Oh nee! In de kantine, doe het in de kist en dan kan je door. Wacht trouwens. Ik let op, hè. Kom. Ik heb kattenvoer opgegeten, maar ik heb niet. Ik heb dit mes nog. Oh, hij heeft het mes! Hij heeft het mes van me gestolen! Rennen, Robin! Hij heeft het uit mijn handen getrokken, het mes. Robin! Help! Wat moeten we doen? Oh, wat slecht. Ga jij nog even kattenvoer vragen bij René? Ik ga wel met hem mee dealen, oké? Die kat zat achter ons aan. Oké, meneer de kat. We kunnen dit vredig doen. Als jij mij nou gewoon dat mesje teruggeeft, is er niks aan de hand, oké? Kom. Robin! Ja? Robin!
Het is erger geworden, de situatie. Wat dan? Ik heb het per ongeluk gedaan. Wat? Het was niet de bedoeling. Ik wilde het mes uit zijn handen trekken, maar het ging fout. Wat heb je gedaan? Oh nee! Maar ik moet de sleutel hebben trouwens. Wat? Ja, ik heb hem beroofd. Je ziet zo wel wat de situatie is. Laat het kattenvoer maar zitten. Zeker? Ja, ik denk dat het niet meer nodig is. Maar ik heb net weer goed schoongemaakt. Nee, maar ik denk dat het niet meer nodig is. Kan je überhaupt wel wat zien met dat masker? Ja, mijn eigen camera. Je eigen camera? Dan is het niet heel moeilijk om nu te lopen. Jawel, ik kijk onder het papiertje door en ik blaas steeds. Oké, Robin, tijd om het masker even af te doen. Nee, ik heb het net pas op. Het was niet mijn bedoeling om dit met de kat te doen, maar ik heb wel de sleutel kunnen bemachtigen. Wat heb je gedaan? Ja, ik wilde het best uit zijn handen trekken, maar het hoofd viel eraf. Ik heb de kat per ongeluk op de hoofd. Oh. Maar ik heb de sleutel, dus geen zorgje, we kunnen door. Yay. Het is Jack Sparrow, hij is terug. Hij is teruggekeerd. Jack Sparrow, wat wil je van ons? Aha, wat kijk, nu wacht, weer? Wacht, kijk. Oh. Ja. We hebben Jack Sparrow gecanceld, net zoals Amber Heard. Hé, hey, hoe kom jij aan die lever? Dit jij ook gewoon? Ik had er ook één. Nou, ik heb hier nog één. En dan heb ik hier nog één. En dit is? Oh, dit is de lift, of niet? Ah! Ik ben op de volgende verdieping, kom je ook? Ah! Oh my, deze, waar zijn we? Wat is dit allemaal? Jeetje. Jemig, allemaal dode skeletten allemaal hier. Die hadden ook allemaal mensen die uit hun handen werden getrokken. Oh, het stuit op parcours. Oh, nee. Robin, ik heb een challenge voor jou. Oké, Robin, we zijn ontsnapt uit de gevangenis. Ja. Maar jouw uitdaging is om dit parcours te halen met het masker op je hoofd. Welk masker? Met jouw hoofd gewoon. Oh. Oké, probeer hem. Je kan het. Jullie zien vanaf nu ook niet meer mijn facecam, maar nu zien jullie Robin zijn facecam. Yay, Robin, mijn facecam! Met de YouTube. Zoals spinnetje bij. Ik heb hem op mijn hoofd. Ah! Waar moet ik heen? Doe het, ja, je kan het. Ik kijk de hele tijd heel schuin. Nou, dit gaat natuurlijk nooit werken. Ja. Oké. Ja. En nu? Daarheen. Nee, iets meer naar links. Ja, daar. Ja. Goed zo. Ja. Nu naar rechts. Niet, dat is te ver. Dat is te ver. Ja. En nu over de hekje. Oh, het lukt je ook echt nog. Ja. Robin. Je kan het. Oh, mijn god. Bijna. Nee. A few moments later. En... Eén, twee. Meen je dat nou? Oh, je hebt hem wel gehad. Ik schrok al. Ik denk, je komt op de verkeerde kant. Oké, dan moeten we een heel moeilijk koe hier nog even doen. Hanya. En dan staat hier het einde. Max en Robin, heel erg bedankt voor het spelen. Hopelijk vind je het een leuke map en misschien komt er een deel 3. Groetjes, Quinn, Delano, Miles en Niek. Oh, maar deze, dat hebben veel mensen hier aan gebouwd. Delano, Nieuw, Bloksnoep, Nickname, Dylan en Miles Game. Jesus Christ. Ik wil nog even wat zeggen. Shoutout naar mijn broertje, die van Bloksnoep. Oh, Bloksnoep is de builder. Hij is de storylinemaker en de plugins goed gezet. Delano, Jack Sparrow, is builder. Is letterlijk een builder zonder de i. Heeft meegeholpen met storyline. Sorry, Nickname. Heeft getest. Nou, goed jouw Nickname. De Miles Gamer heeft getest en Dylan heeft ook getest. Nou, veel testers. Nou, veel testers inderdaad. Daar heb je wat op te zeggen, Robin. Ja. Ik vond het echt leuk in elkaar gezet. Ja, wat een leuke map. Jongens, dank jullie wel voor het maken van de map. Wil je nou ook zo'n leuke map maken en die opsturen naar ons? Dan kan dat door jou... Tja, via dit Nee, stop. Oh. Dat is altijd bij mij, in deze kamer. Oh. Dat is altijd... Tja! Bij dat mailtje. Ja, deze. Bij dat mailtje inderdaad. Daar moet je even gaan kijken. Robin, dan mag jij de outro doen. Dus, vonden jullie het nou een leuke video? Dat snap ik. Maar, welke video nog veel leuker is... Nou ja, misschien wel eigenlijk even leuk, is... Deze video. Wauw. Toch, Max? Ja, een hele mooie video. Ja, want deze video, dat is leuk, omdat Max kamer een troep kan worden. Dat wordt leuk. Dus vergeet niet zeker ook even te kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Wat hoor ik allemaal? De zombie, help! Nee. Ik ga afsluiten. Dag!